Dag dames en heren, welkom bij 75 jaar vrijheid in het spoor van de bevrijders. Vandaag over de slag bij Otterlo, een van de laatste stuiptrekkingen van de Duitsers. En Herbert Stitt was een van de helden die een rol speelde bij die slag en hij krijgt vandaag de eer die hem toekomt. En hoewel alle herdenkingsactiviteiten op de lange baan zijn geschoven, hebben leerlingen van basisscholen in Twello toch een rap gemaakt over de vrijheid. En René Broeren, die is er natuurlijk ook weer vandaag met voorwerpen. Vandaag gaan we het vooral hebben over die tentzeilen. Maar nu eerst de slag om Otterlo. Want de bevrijding van de Veluwe verliep voorspoedig. Misschien wel te voorspoedig. Want op het moment dat Otterlo eigenlijk al bevrijd is, komt er een felle tegenstoot van Duitsers uit het gebied rond de IJssel, die zich willen gaan aansluiten bij de Duitse troepen in Rhenen. En opeens ligt ook het Krullenmullen Museum in de vuurlinie. We gaan terug naar toen met verslaggever Annemieke Schakelaar. Ik sta hier voor het Krullenmullen Museum. Tenminste, tot september vorig jaar was het nog een museum. Nu is het een noodhospitaal voor al die evacuees uit Arnhem. Mensen die huis en haard hebben moeten verlaten vanwege het mislukken van operatie Market Garden. Eergisteren kwamen vanuit de richting Arnhem de Canadezen die eigenlijk meteen door wilden naar Otterlo. Maar ze raakten bij het begin van Park de Hoge Veluwe in hevig gevecht met achtergebleven Duitsers. Daardoor moesten de Canadezen noodgedwongen hier de nacht doorbrengen. Op het dak lagen scherpschutters, overal stonden tanks. Zelfs een tank op het dak van de schuilkelder waar de kunstschatten uit dit museum opgeslagen liggen. In Otterlo is gisteren en vandaag nog hevig gevochten. Fanatieke Duitsers wisten het dorp korte tijd te heroveren, maar hebben inmiddels het veld moeten ruimen. En net als in hier langzaam het besef van bevrijding door te dringen. En al die evacuees die hier verpleegd worden, vragen zich maar één ding af. Wanneer kunnen wij weer terug naar Arnhem? De kostbare collectie van het museum staat jarenlang veilig opgeslagen in een speciale schuilkelder die aan het begin van de oorlog nog gebouwd is. En dan, wanneer Otterlo weer vrij is, blijkt de bevrijder van het dorp een ware kunstliefhebber te zijn. Begin 1939 voelde Helene Krullenmuller, er kan wel eens een oorlog komen. En ze wilde ervoor zorgen dat haar collectie veilig bleef. En uiteindelijk is het haar gelukt dat de schuilkelder werd gebouwd. 22 juli 1940 was de schuilkelder net klaar en is besloten om meteen alle werken, of tenminste de belangrijkste werken, naar de schuilkelder te brengen. Want niet alles past in de schuilkelder. Dus de Van Goghs zijn bijvoorbeeld hier naartoe gebracht. Er waren heel weinig middelen, weinig personeel. En ze zijn met een kar hebben ze alle schilderijen hier naartoe gereden. De hele collectie werd in de gaten gehouden door een Rijksrestaurator, die ook tijdens de oorlog de collectie heeft gerestaureerd. Zo heeft Alping wel gezegd, de collectie kwam er beter uit dan dat hij erin ging. De collectie zit in de kelder. Ja. Dat kwam goed uit naar Market Garden. Ja, ja, toen moesten alle Arnhemmers evacueren en de ziekenhuizen, die patiënten moesten ook ergens anders naartoe. Er waren 310 volwassenen, waaronder 40 kinderen hier naartoe gekomen en ook 30 onderduikers. Ze hebben hem deels uitgegraven. Een enorme laag beton is er overheen gekomen en 8 meter zand om zoveel mogelijk op een zandtuin te laten lijken. De Canadese troepen trokken vanuit vliegveld Delen langs het museum. Met de hele tankkolonnes. We hebben ook prachtige beelden dat de zusters aan het juichen zijn om hun te onthalen. Maar ze wilden meteen Otterlo bevrijden, dus ze zijn doorgegaan. En toen die gevechten niet meteen lukten, zijn ze s'avonds teruggetrokken naar het museum. Hebben ze bovenop de schuilkelder een tank neergezet. Helemaal niet door wat daaronder verborgen lag. De volgende dag is het daadwerkelijk bevrijd. En toen zijn de troepen hier nog verplaatst naar Hoenderloo. Daar was Levenston, luitenant-kolonel Levenston, gelegerd. En hij raakte bevriend met Alping. Alping heeft hem rondgeleid, hem alles laten zien. De schuilkelder, de kunstwerken, en zij deelden die interesse. The curator, who was a young man, came to my desk in Holland, where I was, as I said, I was the DAQ. And told me of his predicament, that he
They had all these wonderful things, and they had no way of putting them on exhibit. And he thought that not only would the Dutch like to see them, but the Canadian troops should see them. So we our boys had nothing to do. They needed something. And we got a dozen 3-ton trucks that we had doing nothing, and soldiers to work. And they put that museum back to work. Ja, Jan Vos, amateurhistoricus uit Otterlo. Die slag om Otterlo, Jan, hè? Wat was het nou eigenlijk? Was het wat ik net zei, eigenlijk de laatste stuiptrekking, een oprisping van de Duitsers? Nou, niet helemaal. Het was wel een van de pittigste slagen die geweest is, zeker in die maand april. Maar bijvoorbeeld bij de Pocket Delcel is nog ook hevig en zwaar gevochten en dat kwam erna. Dus het was eigenlijk de voorlaatste slag. Ja, zo mag je het wel zeggen. Maar het was wel een hele heftige. Ja, heel heftig. En het was niet, zoals we in de dagen daarvoor gezien hadden, alleen maar de geallieerden die richting Duitsers schoten om zich een weg te banen om de opmars door te kunnen zetten. Mm. Dit was heel anders, hè? Ja. Ze kwamen richting Otterlo. Dat was een 800 tot 1000, schat men, Duitsers die in eigenlijk een beetje in paniek uit de richting Apeldoorn via Hoenderlo de aanval opende op Otterlo. En dat is toch een complete verrassing geweest, want de Canadezen die hadden een lang lint gevormd. Ze hadden Otterlo relatief gemakkelijk ingenomen, de 16e. En ze stoten door richting Voorthuizen-Barneveld. En dat lange lint maakte ze ook heel kwetsbaar op de flanken. En het is een soort falen van de inlichtingendienst van de Canadezen geweest, dat ze dit helemaal over het hoofd hebben gezien. En er is wel een zekere sergeant-major Bannerman, die is op zijn motor richting Hoenderlo gegaan, 's avonds, om geruchten, er komen Duitsers aan, te kunnen weerspreken. En die is richting Hoenderlo gegaan, maar halverwege omgekeerd, want hij had niks gezien. Hij werd wel door de Irish Guards, die de wacht vormden bij de ingang van Otterlo, flink op de vingers getikt dat hij een stopverbod had genegeerd. Maar hij zei, jongens, maak je geen rust, er is niks. Maar ze waren wel onderweg. Ja, en het is eigenlijk heel raar, hè? Want Otterlo was dus eigenlijk al bevrijd. Ja. En vervolgens komt er nog die slag van 15 op 16, die ongemeen heftig was. Ja, je noemt steeds slag, ik noem het liever een gevecht. Maar het is nou, beschrijf het eens. Waarom noem jij het een gevecht? Nou, een slag betekent toch meer. Ja, ik ben zeker geen militair historicus. Maar het betekent toch vaak meer twee evenwaardige groepen die tegenover elkaar met dezelfde wapens om een bepaalde plek vechten. En dit is een onverwachte aanval geweest van Duitsers richting de Greppellinie. En ze moesten eigenlijk dit kruispunt passeren, maar niet Otterlo zogenodig bezetten of vasthouden. Dat was niet de bedoeling. En wat er dus gebeurde was dat het echt man tot man gevechten werden. Ja, want ze beginnen 's nachts om 12 uur. En dan komt er een groep wilde, zo'n schatting ongeveer van 25, vooral ook de Hitlerjugend, met een hele fanatieke sergeant, die schreeuwend het dorp binnenkomen. Die Canadezen en Engelsen waren net van plan naar bed te gaan, die schrokken zich lam. Want die dachten, wat krijgen we nou dan? Want die lui liepen schietend met handwapens het dorp in. Die Canadezen werden echt overvallen. Die werden overvallen. Kort daarop ook anderen. Maar die hele groep van 800 tot 1000, die is niet als totaal richting Otterlo gegaan. Ik heb in een boek ook kaarten kunnen publiceren waarin je duidelijk ziet dat dat uitgewaaierd is over het dorp. Maar ze werden toch wel tegengehouden. Er zijn maar weinig Duitsers die verder gekomen zijn dan bijvoorbeeld de kerk. Ja, eigenlijk, voor die Duitsers was het natuurlijk een verloren strijd op dat moment. Dat was eigenlijk voor de meeste mensen nee, wel ze waren wanhopig, maar ze hadden zelfs in het begin van de nacht rond 2 uur de overhand. De Canadezen en de Engelsen die stonden er heel slecht voor op dat moment. Maar later in de nacht, en zeker met toeval,
hulp van WASP, dat zijn de vlammenwerpers, daar hebben ze pleit mee beslecht. Maar is er een verklaring voor, want uiteindelijk omdat ze zo hard vochten, die Duitsers, hebben ze even de overhand gehad. Ja. Verklaring voor waarom ze zo fanatiek vochten? Ze dachten, als we gevangen genomen worden, was vooral de Hitlerjugend, als we gevangen genomen worden, worden we direct geëxecuteerd. Dus dat was ze ingeprent. Het was een hele nare manier van voorbereiden. Maar zo deden ze. Ja. En ze dachten dus, wij moeten ons doodvechten. Want als we ons overgeven, worden we gelijk tegen de muur gezet. Uiteindelijk wordt Otterlo dus na 2 dagen nog een keer bevrijd, zou je kunnen zeggen. Ja. Ten koste van veel slachtoffers. Hè? Ja, eigenlijk wel. Want dit, ik heb de Veluwe nu goed bekeken. In 3 weken zijn er 288 Canadezen en Engelsen gesneuveld. Hoofdzakelijk Canadezen. Maar in Otterlo zijn er toch ook 17 Canadezen, 6 Britten. En nog 4 burgers omgekomen. Dus bij elkaar ook 27 mensen. Ja, zware verliezen eigenlijk aan alle eigenlijk kanten. Wel. Ja. Ja. Praten straks verder, Jan. Dank je wel. Ja, okay. De naam Herbert Stitt is onlosmakelijk verbonden met de slag om Otterlo. Een man met leeuwenmoed die op een tragische wijze om het leven kwam. De moed van korporaal Stitt, zijn plichtsbesef en zijn agressieve geest tegenover de vijand zijn altijd een voorbeeld en inspiratie voor allen geweest. Dat staat op 11 oktober 1945 in de London Gazette. Dapper was hij zeker, Herbert Dixon Stitt. Daarom is het des te tragischer dat hij uiteindelijk het leven liet toen het oorlogsgeweld al voorbij was. Hij wordt op 1 december 1921 geboren in Toronto, Canada. Met het Governor General's Horse Guards Regiment vecht hij in de nacht van 16 op 17 april dapper tijdens de slag om Otterlo. Zijn tank wordt getroffen door een Duitse panzerfaust die de tank onbestuurbaar maakt. Koelbloedig klimt Stitt uit de koepel en gaat de vijand met de hand te lijf. Hoewel de Duitsers slechts op 10 meter afstand zijn, blijft Herbert kalm op zijn tank zitten, blootgesteld aan vijandelijk vuur, en richt hij het kanon van de tank met de hand op de vijand. Hij schiet met granaten en een pistool. Op deze manier zuivert Stitt met succes de hoofdstraat in Otterlo van vijanden en dood en verwond talloze Duitse infanteristen. Als het de volgende ochtend eindelijk veilig is, gaat Herbert, ongedierd maar oververmoeid naar de zware nacht, heel even slapen naast zijn tank. Op dat moment wordt hij overreden door een geallieerde truck die hem over het hoofd ziet. Herbert is op slag dood. Ja, Herbert Stitt voelt voor jou denk ik een beetje als een bekende. Hè? Want je hebt alle levens van die jongens uitgeproken. Ja, ja, ja. Hij is inderdaad, hij heeft gelukkig wel net nog die ochtend van die generaal Hofmeister, die ik heel hoog heb zitten. De rest van die generaals, die kunnen mij bossen. Maar die Hofmeister, die heeft hem gelukkig nog wel een DCM, hè, een van de hoogste medailles, kunnen uitreiken. Dus daar was hij erg groots op. Maar hij was zo moe van die strijd die nacht, dat hij is tegen zijn tank zittend in slaap gevallen. En een truck van zijn eigen onderdeel trekt op en die ziet hem over het hoofd. Dramatisch verhaal. Ongelooflijk. Ja. Ja. René Broeren, ook aangeschoven. Want je hebt weer wat voorwerpen voor ons. Wat ligt er? Erik, de laatste dagen van de oorlog, het gaat natuurlijk vrij snel. Het ene dorp met het andere dorp wordt bevrijd. Duitsers trekken zich eigenlijk toch wel vrij snel terug. Hier en daar wordt er misschien nog wel wat tegenstand geboden, maar het merendeel wil ze eigenlijk zo snel mogelijk weg. Het gevolg daarvan is dat er eigenlijk heel veel spontaan achterblijft. Drinkflesjes, je zou verwachten dat je dit bij je houdt als je wat dorst heeft. Maar zelfs dit soort voorwerpen werden gewoon op de straat neergelegd. Bleef gewoon achter, maar er is ook een Duits officier die wil blijkbaar toch wel nog een beetje geld verdienen aan de oorlog. En die biedt op een gegeven moment zijn tentzeilen aan een jongen. En die jongen die heeft ze gekocht. Die jongen die is in de jaren 50 is die, bij de scouting gegaan. En heeft tot ver in de jaren 50 de Duitse tentzeilen van de Duitse officier gebruikt. Dit zijn dan de zeilen van de tentje waar Duitsers onder sliepen als ze in het veld moesten slapen? Dit waren de tentjes waar de Duitsers mee liepen. En ze hadden ze vaak, hoe heet het, op hun rugzak bij zich.
Ja, de oorlog is voorbij. Maar die officier denkt toch nog, kijk of ik kan cashen. Het is goede kwaliteit. Dat is een hele goede kwaliteit. Hele goede kwaliteit. Ziet er ja, ja. Ja, tot in de jaren 50, 60 heeft hij, of ja, eind 50 vertelde hij, heeft hij deze nog perfect gebruikt voor bij de scouting. Ja. En ja. Niemand keek ervan op dat het eigenlijk gewoon Duitse tenten waren. Maar ja. Hij vond het perfect. Hier had nog een Duitse soldaat dan wat geld meegemaakt. En dat zijn dingen die ze, zoals je het al beschreef, in de paniek, in de vlucht. Dit lag op straat. Dit lag op straat. Ja. Ik heb wel eens gehoord van mensen die ook terugkwamen, bijvoorbeeld Arnhem. Dat daar stapels geweren lagen. Hele dumps, hè? Ja, dat is niet te geloven. Mijn vader heeft mezelf ook altijd verteld van, joh, als ik geweten had dat ik ooit een zoon zou krijgen die dit ging verzamelen, dan had je nu de grootste oorlogsmuseum van heel de wereld gehad. Ja. Maar je was blij dat ze weg waren. Ja. En als je het bewaarde, ja, dan kon je misschien ook nog aangekeken worden van, joh, waarom bewaar jij spullen van die 5 jaar ellende? Hm. Nou, mooi verhaal weer. Dankjewel, René. Wanneer het grote publiek ze live kan zien optreden, dat is nog even afwachten voor de piepjonge rappers Max en Johnny. Het bevrijdingsconcert waar ze hun vrijheidsrap mochten opvoeren, gaat dit jaar door alle omstandigheden namelijk niet door. Maar speciaal voor ons trokken ze toch alles uit de kast voor een mooie rap. Vrijheid betekent voor mij fijn buiten kunnen spelen om niet bang te zijn voor de oorlog en vliegtuigen. Vrijheid betekent veel voor mij, want anders had ik en Johnny hier niet gezeten samen. De wereld was kleiner, daar zit ons echt pijn. Toen was ze groot, je werd vervoed in een boot. Na een kamp, je werd geklapt en gestand. De geleerde kwam aan het strand, daar liep erg het handje. Kon ik ze eten, waren broden, hier taten mensen, vooral Joden. Joden zijn onze tuin niet fijn, ze probeerden gewoon zichzelf te zijn. Ze waren op de vlucht, maar misschien zat je wel in de lucht. In de kamp werd je vermoord met een kogel door je hoofd geboord. Je moest werken voor geld, elke seconde van je leven telt. Met de challenge willen we eigenlijk bereiken dat de kinderen op een creatieve manier ervaren of nadenken over wat vrijheid voor hen betekent. Er werden bommen gegooid, er werden helemaal beschoord. Vliegtuigen werden naar beneden geknald. Niet echt iets wat iedereen bevalt. De geallieerden waren aan de winnende hand. Het gebouw stond toen in de brand. Wij willen mensen duidelijk maken hoe belangrijk vrijheid is. En dat het 75 jaar geleden is en dat iedereen zich eraan moet herinneren dat het ons is gelukt om weer vrij te zijn. Na de oorlog kon je alles weer eten, zelfs een banaan. Mensen waren na de oorlog weer spontaan. Rationele achtbaan, wat hadden ze ons aangedaan? 'S Ochtends hoorde je weer de oude haan. Laat op de avond zag je weer de maan. 75 jaar geleden, na het schot kon je weer genezen. Je kon weer over straat met de mensen waar je lang niet meer hebt gepraat. Mensen konden weer naar buiten, deuren hoefde je niet te sluiten. Gelukkig is er weer vrijheid en een hele blije mensheid. Ja, we praten verder met Jan Vos over de bevrijding van Otterlo. Jan, 16, 17, toen waren de gevechten, ik mag geen slag zeggen van jou. Ja. Na 16, 17 en die bevrijding, hoe was Otterlo eraan toe? Nou, niet zo best. Het lijkt wel mee te vallen als je wat foto's ziet. Er zijn weinig foto's, maar de bevolking was vrij arm. Agrarisch arm. Dat betekende, liepen niet veel mensen met een fototoestel, laat staan een film rond, zoals meneer Griethuis uit Velp. Hè? Ja. Maar er zijn wel wat foto's van. Maar ik ben in het kadaster in Ede eens gaan uitpluizen. Hoeveel woningen waren er nu eigenlijk in dat kleine gemeenschap? Hoeveel waren er kapot? En er waren er 118. En dat vind ik veel voor een kleine gemeenschap. Daar waren lichte gevallen bij, hè, van flink wat dakpannen en ruiten kapot. Maar er waren ook boerderijen die helemaal afgebrand waren. Want je moet niet vergeten, die Canadezen, die waren het een beetje zat aan het eind van de oorlog. Die dachten al aan thuis enzovoort, daar heb ik brieven van. En die gooiden gewoon eerst maar eens even een hoeveelheid bommen op een boerderij en daar ging die. Een van de dingen die mij opgevallen is met dat hele onderzoek. De mensen op de boerderij, op de Veluwe, die droegen vaak zwarte kleding. Christelijke achtergrond enzovoort. En die donkere kleding is een aantal mensen funest geworden. Want de Canadezen, die hebben gedacht, dat heb ik uit eerste hand van Canadezen, die hebben gedacht, dat zijn nazi's. Want ze zijn in het zwart. Ja, 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 ja. En die nazi's liepen allemaal, die SS'ers, in het zwart. Dus zij dachten, daar is verdacht, daar zie ik mensen bewegen in het zwart en gooiden dan
Dus voor een aantal mensen is de klederdracht eigenlijk zo fataal geworden. Want even los van de geallieerde slachtoffers en slachtoffers aan de Duitse zijde, er zijn dus behoorlijk wat burgerslachtoffers gevallen over. Ik ben aan het tellen nog, in het tweede boek, om het af te maken hoeveel burgerslachtoffers, maar ik schrik me lam hoeveel dat er zijn. Ik begin dus bij de oversteek Kennenschoot, dus bij Willep. Ja. En als je dan die omgeving Voorst, Teuge, Willep, Gietelo, alles bekijkt, daar hebben de Canadezen ook eerst grote bombardementen bovenop gegooid. Er zijn heel veel burgerslachtoffers. Ja. Een triest voorbeeld in Voorthuizen bij Barneveld. Wordt belegerd. De Canadezen gooien er ook weer bommen bovenop. De Smitsen van Stomphorst, die wordt vol getroffen. Hele familie, alles dood. Ja. Als je het zo hoort, René, dan zijn in die nadagen de meeste burgerslachtoffers althans, dus door, door de geallieerden gevallen. Ja. En niet zozeer meer door de Duitsers. Ja. Ja. Nou, wacht even. Er zijn hele gemene executies geweest, aan het eind van de oorlog ook. Onder andere het Kateveer en de Gelderse Dijk bij Hattem. Daar zijn gewoon mensen uit huis van bewaring gehaald. In paniek op 10 april, 4 april, zijn die nog ter neergezet en doodgeschoten. Ja, maar er kwam ook, wat ik begrepen heb, is dat die gevangenen die konden na de oorlog getuigen. Ja. En daarom werden gewoon heel veel Hollanders op het laatste moment gefusilleerd. Ja. Ja, ja, ze waren een gevaar. Ja. De Duitsers wisten ook dat de oorlog gewoon voorbij was. Maar het is natuurlijk te gek voor woorden dat op die manier zo gebeurd is. Beestachtig. Maar wat jij ook vertelt, en dat zien we eigenlijk door die hele bevrijdingstour die we maken, dat de geallieerden, de Canadezen in dit geval, inderdaad vooruitschoten, zich een weg aan het banen waren, want ze moesten door. Ja. En gelukkig is Apeldoorn gespaard gebleven door geweldige ingrijpen van twee verzetsmensen die bij de Canadezen in de nacht gekomen zijn. Zei: ga niet schieten. De commandant die zei: nee, niks mee te maken, we gaan wel schieten. Maar die hebben we kunnen overtuigen. Geef ons twee mee. Terug naar Apeldoorn. Die hebben gezien, er zijn geen Duitsers meer. En zo is Apeldoorn er goed vanaf gekomen. Ja. Maar anders was het een catastrofe geweest. Maar als die Duitsers niet terug waren gekomen naar Otterlo, dan was het in Otterlo. Dat is ook heel anders afgelopen. Tuurlijk. Want eigenlijk was Otterlo dus al bevrijd. Ja, en als de inlichtingendienst goed gewerkt had, dan hadden ze gezegd: jongens, we moeten weer terug op tijd. Nu is in paniek gebeld en zijn ze teruggehaald. Ja. Maar wij moeten niet zo'n lang lint gaan vormen. Maar Hofmeister had de opdracht zo snel mogelijk een doortocht maken Harderwijk. Ja. Nog heel even over die burgerslachtoffers tot slot, Jan. Ja, burgerslachtoffers, iedereen kent die mensen. Heeft dat diepe wonden geslagen in Otterlo? Ja, ook. Wat ik gehoord heb daarna ook. Van mensen die gezegd hebben, bevrijding vieren. Dat is met gemengde gevoelens vanwege het feit dat we mensen. Er staat bijvoorbeeld een jongetje van 5 jaar, Jantje Bruil, op het monument. Ja, die is in 40 geboren, 45 overleden. Daar is zelfs, de familie is een bekende familie in ons dorp, zelfs geen enkele foto van dat jongetje. Dat is toch in triest dat zo'n jongetje nog precies op het laatste moment om moet komen. Dus dat heeft inderdaad heel antwoord op de vraag, heeft het diepe wonden geslagen? Ja, zeker. Absoluut ja. Dankjewel, Jan. Ja, graag gedaan. Dit was In het spoor van de bevrijders. Onze tocht zit er bijna op. Morgen de laatste etappe van de karavaan. We gaan dan naar Harderwijk en de bevrijding daar. En dat was er één uit het boekje. Wil je nog meer lezen en terugzien? Dan kan dat op onze website. Graag tot morgen.